Wil jij weten welke stappen jij moet ondernemen voordat je een YouTube-video gaat opnemen? Dat laat ik je nou zien. Ik ben Michel en wat wij hier doen op het kanaal van Check It Media is jou helpen met het instellen van jouw YouTube-kanaal met de best mogelijke tips die wij jou kunnen geven. Is dit jouw eerste keer op het kanaal? Denk er anders aan om te abonneren en druk op die bel om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. Stap 1. Schrijf je video-ideeën op. Zorg dat je op je telefoon een schrijfblok-app hebt. Want je gaat al je ideeën niet onthouden. Het kan maar zo voorkomen dat je aan het boodschappen bent. Of dat je gewoon in de stad loopt. En dat je in één keer een idee hebt voor een video. Pak je telefoon en schrijf deze direct op. Vertrouw mij, je gaat het niet onthouden. Dus het is altijd handig om het te noteren. Of noteer in ieder geval een aantal steekwoorden. Zodat je altijd hierop terug kunt vallen. Stap nummer 2. Voordat je een video opneemt. Schrijf steekwoorden op, of in ieder geval kleine stukjes, zodat je niet vergeet waar jij het over wilt hebben, of wat je wilt vertellen. Sommige mensen zeggen, schrijf je hele video uit, maar ik doe dat zelf niet. Ik schrijf gewoon steekwoorden op, gewoon kleine stukjes. Dat helpt mij in ieder geval, misschien helpt dat jou ook, maar dat is in ieder geval mijn stap 2. Stap nummer 3, een hele belangrijke. Zorg dat de batterij van je camera en eventueel van je telefoon of je tablet, wat je ook wilt gebruiken om een video op te nemen, vol is. Of zorg voor een reservebatterij. Maar zorg in ieder geval dat het altijd vol is. Want het kan maar zo zijn dat je dat vergeet en opeens je neemt de video op en het was supergoed. En in ieder geval valt je camera uit. Dan moet je dus weer gaan monteren of je moet helemaal opnieuw gaan, doen. Niks waard, zorg dat je batterij vol is. Stap nummer 4. Kijk of je SD-kaart genoeg ruimte heeft. Het kan wel eens voorkomen dat je SD-kaart niet genoeg ruimte heeft en dat je camera dus in één keer stopt met filmen. Heel lastig, moet je alles overnieuw gaan doen. Dus kijk naar je SD-kaart, haal hem eventueel leeg of haal de video's weg die je niet wilt gebruiken of die niet goed zijn, maar zorg dat je genoeg opslagruimte hebt. Stap nummer 5. Zet je camera goed neer. Zorg dat je zelf in het midden staat, center of een beetje off-center zoals ik nu heb gedaan. Maar zorg in ieder geval dat je goed duidelijk in beeld staat. Test dit uit en zet je camera en je statief goed neer. Zet alles vast, draai alle knoppen goed vast zodat het niet kan worden verplaatst. Eventueel als je er langs loopt of je stoot er tegenaan. Probeer in ieder geval dat alles stevig staat. Dus zet alles goed vast en zet je camera goed neer. Stap nummer 6. Zorg dat je in focus bent. Dus zorg dat je camera jou scherp in beeld heeft. Dus stel je camera zo in dat hij bijvoorbeeld bij mij heb ik face tracking geactiveerd. Als ik mijn gezicht naar die kant doe of ik beweeg me naar die kant. Als ik kijk op het schermpje zal ik dus altijd scherp in beeld zijn. Je zal dus altijd in focus zijn. Dus stel je camera goed in. Zorg dat je scherp in beeld bent. Stap nummer 7. Heb je je verlichting aan? Zorg dat de verlichting aan is. Zet alles goed neer. Want het kan wel eens voorkomen dat je een lamp vergeet aan te doen. Dus kijk hier voor het heet na. En zorg dat alles gewoon aan is en goed staat. Stap nummer 8. Zorg dat je microfoon aanstaat. Gebruik je een externe microfoon zoals ik. Zorg dat deze aanstaat en dat het volume goed staat. Want als je deze niet aan hebt staan, kun je alles weer opnieuw gaan doen. Onnodig. Zorg dat je microfoon aanstaat. Stap nummer 9. Bekijk je achtergrond. Zorg dat deze er een beetje leuk en netjes uitziet. En zorg dat je er zelf ook een beetje leuk en netjes uitziet. Trek gewoon, zoals ik heb gewoon een t-shirt aan. Kijk of je haar goed zit. In mijn geval niet echt nodig. Maar in ieder geval, zorg dat je achtergrond er goed uitziet. Zorg dat je zelf een beetje goed op camera uitziet. Dat is stap nummer 9. Stap nummer 10. Heel belangrijk. Heb veel plezier. Heb gewoon plezier als je video's opneemt. Je vindt het leuk. Dus veel plezier met video's opnemen. Dit is mijn stappenplan voordat je een YouTube video gaat opnemen.
Ik zorg ook dat die te downloaden is. De link hier staat hieronder. Heb jij wat gehad aan mijn stappenplan of vind je deze nuttig? Laat het me weten hieronder. Dan zorg ik voor nog meer van deze handige tips. Wil jij meer van dit soort video's zien en superhandige tips? Klik dan op het i'tje hierboven. Ik zeg doei je voor meer en we zien elkaar de volgende keer.